raar om in mijn eigen auto naast iemand anders te zitten. Ik kan me daar iets voor voorstellen. En niet dronken te zijn. Maar dan, ja, het is lang geleden dat ik echt dronken ben geweest en dat iemand anders mij naar huis moet rijden. Was dat nog in deze auto? Dat durf ik me even af te vragen. Ja, thuissituatie is nog wat ingewikkelder. Ja. Maar, vandaag... Ja, vandaag gaan we rijden in jouw auto. Ja. Wat voor dikkie. Spannend! Spannend! Gaan we de mensen meteen uitleggen waarom we dat doen? Ja, nog een keer uitleggen. Hè. Jongens, we willen in jullie auto's gaan rijden. Dat vinden we leuk. We krijgen ook wel vaak mailtjes van mensen die zeggen, ja, ik heb iets leuks gekocht. En iets leuks, dat kan heel breed zijn. Hè. Ik bedoel, Ferrari Enzo vinden we heel leuk. La Ferrari, dat soort dingen. Maar ja. Ook... Porsche 918 Spyder, GT. Nee, maar weet je, iemand mailde laatst over BMW 114i en wil je dan tunen. Ja, weet je, ik vind het ook wel leuk om te horen waarom iemand voor zo'n auto kiest. Ja, weet je? Absoluut. En misschien gaan we dan een beetje plagen als we willen. Je had ook voor hetzelfde geld een snelle Opel Astra kunnen kopen. Dan had je nieuwe tunen, weet je. Dat is ook leuk. Waarom wil je premium rijden? Zij de man die een Audi heeft. Zij de man die een Audi heeft. Ah, een beetje nog pre-premium tijdperk, toch? Hier waren ze nog aan het opbouwen. Ja, dat is toch zo? Toen kwamen ze net een beetje zo dat ze echt dat luxe gevolg waren. Dat is een beetje deze tijd. Ja, dat is wel waar. Ja. Dat is wel waar. Had je ooit in een S4 gereden, deze generatie? Nee, wel zijn nauw verwante coupébroeder S2 ook een keertje meegereden. Ja, dat is 5 dus dat is wel... Ja, nee, oké, maar goed, maar ja, dat is een beetje een soort van hetzelfde. Nee, ook eigenlijk iets ouder dan dit trouwens, als ik eerlijk ben. Ja, nee, ik heb nog nooit in deze generatie S4 gereden, volgens mij. Nee, voor het eerst. Dat is niet waar. Ik heb in een rode gereden. Oh ja, je hebt een occasion. Ja, de occasion, tuurlijk. Sorry, was ik even vergeten. Die heb ik gereden, van ons aller autoblogger. Waarom liggen hier drempels midden in het bos? Ja, weet ik nog niet. Maar het zijn er maar een paar. Zometeen hebben we ook een stukje zonder drempels. Ik heb een parcours... vakkundig uitgezocht. Dus ja, het is toch een beetje, het is quattro, hè? Dus misschien een beetje rally-achtige dingen doen. Het is wel lekker, hè? Zo'n 2.7 V, biturbo, 6-cylinder, alles. Waarom deze auto? Laten we dan. Dit is dus wat we gaan doen. Ja. Ik ga nu Wouter even wat dingen vragen over zijn auto. Ja, en dan zien jullie een beetje hoe het eruit gaat zien. Ja. Als jij hier naast mij zit de volgende keer, of naast Wouter als hij toevallig achter het stuur zit. Dat is het idee. Dus terwijl je doodsangst uitstaat omdat ik aan het rijden ben... Mag ik de telefoon goed vaststaan? Nee. Waarom deze auto? Hoe lang heb je om te beginnen? Nu bijna 2 jaar. Oké. Okay. Bijna 2 jaar, 1¾ jaar of zoiets. Ja, waarom deze auto? Ik wilde iets met iets meer ruimte. Kind nummer 2 was onderweg. Dacht, ja, nou ja, misschien dan toch iets. Ik had hiervoor een TT, die heb ik overigens nog steeds. Maar daar komen we misschien later dan nog wel weer een keer op terug. Ik wilde iets meer ruimte. En toen dacht ik, ja wat dan? Vond ik heel lastig. Heel veel verschillende youngtimers bekeken. Het moest youngtimer zijn voor de buitenrijden? Ja, dat was toen in ieder geval wel het plan. Ik weet niet of dat de volgende per se ook weer gaat worden hoor. Dus, maar toen youngtimer, nou, een beetje prestaties gereden, die TT met 225 pk. Dus dat is een leuke, vlotte auto. Ik bedoel niet, geen Porsche 918 Spyderkiller of zo. Maar het moet wel iets leuks zijn. En toen kwam dit voorbij en dan... als optie gewoon überhaupt in het algemeen van oké, even kijken of er een leuke een keertje zeg maar te koop komt. Ja. Ah, en die kwam in het geel. In het geel? In het geel. En waar heb je hem gevonden? Want als ik het goed zag zijn het geen origineel Nederlandse platen. Nee, ja, wel platen, maar geen origineel Nederlandse auto. Nee, die zijn ook gewoon gekopieerd. Nee. Nee, in Duitsland een onze grote Matti Hessel Terpstra, een beetje Audi Youngtimer, een van de Audi Youngtimer specialisten zijn ongetwijfeld meer in Nederland, maar hij is een van in ieder geval, vooral ook Audi Quattro's, die had hem gevonden, dus we hebben hem eigenlijk samen naar Nederland gehaald. Hij appte mij op een zondagavond, ik heb nu een gave kleur, goed, tweede eigenaar was het, de eerste eigenaar was Audi zelf volgens mij. Dus of die nou persdemo is geweest of weet ik veel wat, gewoon demonstratie of I don't know. Wel leuk voor het verhaal. Ja, nou ja, ik weet hoe de pers ermee rijdt. Hè? Nee, nou ja, maar goed, het verhaal klopte wel. En er moesten wel wat dingetjes aan gebeuren. Dat lijkt me wel altijd tricky met dit soort auto's, dat je er eentje vindt waarmee het verhaal ook echt helemaal oké is. Want het zijn natuurlijk wel auto's, er zit heel veel potentieel in voor tuning. Ja. Twee turbo's die makkelijk op te schroeven zijn. Ja.
Dus ja. Je wilde wel eentje waarvan alle boekjes kloppen, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan nog weet je het niet. Nee, maar, laat ik advies geven aan mensen. Dit soort auto's moet je echt niet kopen met je laatste geld. Weet je, want als je hem helemaal goed wil hebben, het blijft toch een beetje restauratieobject. Het klinkt een beetje alsof je ervaringsdeskundige bent. Nou, we hebben echt heel veel aan gedaan. Okay. Echt, dus nieuwe turbo's, nieuwe koppeling, echt veel. Maar dat is ook wel een beetje omdat ik een zeiker ben. Ik wil hem goed hebben. Ja, af zijn, ja, snap ik. Ja. Maar dan blijf je wel een beetje bezig. Ja. En het hoeft niet erg te zijn, maar moet je het wel van tevoren realiseren. Want als je dan schrikt van €1000 onderhoudsbeurt, dat is echt wel niks. Nee, precies. Je moet niet denken, dus ik heb nog wel €500 om wat laatste dingetjes te doen. Ja, dan hoop je dan ook geen lekker band rijden. Of, het is kostbaar. Alright. Rij je er veel mee? Is het je daily? Dit is mijn daily. Het wisselt heel erg. 15.000, 20.000 kilometer per jaar. Dat hangt ook een beetje af veel testauto's in Nederland hebben. En, of die dan. Sommige merken krijgen opeens weer auto's voor een week mee. Heel fijn. En dan rij je gewoon minder in je eigen auto. Ja, natuurlijk. Logisch. Al was maar omdat hij dan geparkeerd staat bij. Ja, precies. Dan staat hij in. Yes. Alright. En wat vind jij ervan? Wat valt je op? Nou, wat me ten eerste opvalt is dat hij qua. Je vertelt net ook dat je een zeiker bent en dat alles moet kloppen. Hij voelt echt, nieuw wil ik niet zeggen, maar niet alsof hij al dik 15 jaar oud is. Nee. Laat ik zo zeggen, ik heb zelf een BMW 5-serie van 15 jaar oud. Als jij daarin zou rijden, dan zou je denken van, ik zou hier nog wel wat van willen laten doen. Maar goed, je hebt denk ik ook een iets ander budget gekocht dan dat jij deze hebt gekocht. Ja. Laat staan dat ik er na die tijd nog weer heel veel geld tegenaan heb hoeven gooien om hem te maken zoals ik wilde. Want het enige wat ik daaraan heb gedaan is een paar verlagingsveertjes. Ja, en dikke wielen, toch? En dikke wielen, sowieso. Ja, je rijdt 1,39 station of niet, dan mag je het ook gewoon uitzien als warmer weekend. Maar goed, dat is mijn auto. Nee, ik vind het, het voelt solide aan. Beetje zoals je van Audi verwacht. Ja. En wat me opvalt is dat interieur, deze auto is dik 15 jaar oud, maar helemaal niet gedateerd oogt. Nee, een Navi is niet standaard hoor. Dus Navi eigenlijk uit een latere A4. Dat is wel grappig. Dat past dus gewoon. Nou, als je heel goed kijkt, ongeveer past het. Niet helemaal. Er zijn wel bedrijven die dan een ander voorkantje ervoor maken, maar dat is best wel duur. Ja. En ik, jou was nog niet eens opgevallen, maar het zit hier een kleine lade. Heel klein, Maar er zijn dus mensen die een bedrijf wat gewoon kabelbomen maakt om dit aan te sluiten. Zeg maar een modernere Navi op een toch relatief oude auto aan te sluiten. Ja. En er zijn dus ook een hele scene rondom deze auto is dat soort dingen dus ook gewoon te vinden is online. Maar ook inderdaad qua tuning en zo. Deze is helemaal standaard verder. Bijvoorbeeld die Navi en de waanzinnig mooie iPhone houder waar jullie allemaal aan het klagen waren over in de comments van mijn mooie foto's. Maar goed, verder is die standaard kinderzitjes. Dit is gewoon eruit te halen. Ja. Dus nog niet eens gechiptuned. Dus gewoon 265 pk. Ja. En je kunt met chip naar 310 of zo. Naar 310, oké. En als je het toch? Alleen chip, dan ga je downpipe, intercooler. Ja, je kunt de turbo's wisselen voor een RS4 of je kan hybride. Ja, je kunt met relatief weinig middelen, relatief zeg maar, ga je zo wel naar 400-500 pk. En als je het heel gek wil maken, gaat het nog veel verder. Ja. Maar ja, dat. Ja. Ja, er zijn RS4 of S4 eigenlijk, dus sedan met 1200 pk. Maar goed, dan ga je gewoon, weet ik veel, 50 of 100.000 euro uitgeven om die auto heel snel te maken. En is die S4, want je zegt zelf al een paar keer RS4, zit er veel wezenlijk verschil tussen die auto's? Los van dat ze meer vermogen hebben? Ja, ja wel. Het is wel een stuk breder. Die is wel meer hard. Qua onderstel. Ja, wel harder. Dit is. Ja, wat ik briljant vind, het heeft een beetje het dieselkoppel, want hij heeft 400 newtonmeter koppel, dat voel je ook echt. Hij heeft ook nog relatief korte versnelling. Ja, weet je, gaat niet op het gas. Dit is een 4, hè? Ja, dit kan je ook al bijna in zijn 6 doen, dan weet je echt geen probleem. Hij is gewoon echt lekker veel koppel, nog relatief comfortabel, redelijk stil. Ja, weet je, het is best saai eigenlijk dan dit verhaal. Oké, maar het is wel relatief veel performance voor de auto. Kijk, je auto voor alle dag hoeft ook niet super spannend te zijn, toch? Nee. Ik bedoel, dat heb ik tenminste zelf heel erg. Ik,
natuurlijk is het leuk om een of andere racemonster te hebben. Maar ja, als jij gewoon lekker weer op de A4 in de file staat en alleen maar je linkerbeen erg pijn gaat doen omdat je koppeling bomp zwaar is. Ja, ja, weet je, dat is ook niet alles. Ja, dat is het nadeel van de RS4. Dat is de koppeling allemaal weer zwaarder en hij is wat stugger en duurder in aanschaf. Ja. Het is moeilijker om... Kijk, deze heeft nu 139.000 kilometer gereden. Ik heb er kocht toen 115 of zo had, zoiets. Ja. Als je een RS4 met zo'n kilometerstand, het is gewoon het dubbele of zo kost. Ja, iets. Het is echt duur. Ja. Maar goed, ik zal laatst weer een op de snelweg rijden. Een RS4 van deze generatie. Gaat het toch wel kribbelen, hè? Ja, dat is wel, weet je, dat is wel meer auto. Dus dat is echt wel een stukje dikker. Alright. Maar dit is een lekkere sleeper, vooral in het geel. Oh nee. Ja, precies. Het valt niet zo op dan dat je een snelle auto hebt. Ja. Is dat nog een bewuste keuze, die kleur? Of was het gewoon toeval dat je tegen deze auto... Nee, maar ik wilde iets sprekers. Ik vind het wel heel gaaf. Ja. En, ik ben een groot voorstander van kleuren op auto's. Ja. Ja, het is lastig te vinden. Ja. Wel geinig met deze generatie S4. Je hebt redelijk wat rode, je hebt het hard blauw. En geel zie je ook nog best wel veel. Ja. Toen werd er nog wel meer kleur gekozen. Ja, dus tegenwoordig vinden de leasemaatschappij dat allemaal eng en zo. Dus dan komt het allemaal niet meer op straat. Hè? Ik weet zeker dat ik gewoon nu vol ervoor had kunnen blaffen en het allemaal had gehaald met Quattro en het vermogen in deze auto. Maar omdat het jouw auto is. Ja, lekker het onderste. Ja, het gaat hard. Maar het is wel soft inderdaad. Je voelt wel een beetje dat en dat. Uiteindelijk heb ik nog heel veel dingetjes preventief zo laten vervangen. Dus en ik had ook altijd wel over, misschien wil ik dan nog een keer ander onderstel. Of wat een maatje grotere velgen, niet te groot. Want dat vind ik weer niet passen bij zo'n auto. Misschien al die chiptuning doen. Het is uiteindelijk allemaal niet van gekomen. Nee. Maar doordat het vorig jaar mijn dochter zo ziek was, dan was ik er weer gewoon niet ermee bezig. Zijn andere dingen belangrijk? Ja, andere dingen. Ja, natuurlijk. Ja. En nu vind ik het ook weer grappig, hij is nu standaard. Ik denk dat hij dat blijft. En als, je moet maar eens even googlen op projecten rondom dit soort S4's. Weet je, gekker dan gek is, weet je, die 1200 pk ding, dat is... Ik weet dat ze in Zweden en zo, dat ze dit soort auto's echt gebruiken als basis voor van die auto's die dan op Caterpillar en zo, op die circuits daar helemaal dwars. Ja. Rookgordijnen, niet normaal, te zien vanaf de maan. Zo dwaas. Ja. Er zit heel veel tuning potentieel. Ja, absoluut. Nee, dan zou je, weet je, een sperretje op de achteras, dat helpt heel erg. Vooral omdat het onderstel nu wat soft is, dan tilt hij eigenlijk een beetje zijn achterwieltje op. En dan als je dan vroeg op het gas gaat, dan hoor je zeg maar echt het binnenste achterwiel wielspin. Ja. En dit is zo'n auto een beetje pre-ESP tijdperk, dus hij is dan niet listig of zo. Het is gewoon heel braaf. Er staat iemand een A2 te verbouwen daar. Ik heb nog nooit gezien een A2 met pech. Nee. Het zijn hele goede auto's nou. Ja, joh, Audi zit de bouwperiode echt. Alright. Tof. Kan ik jou verder nog vragen over deze auto? Je rijdt 25.000 km per jaar, ben je verteld. Is het qua verbruik nog een beetje te behappen? Of? Ja, ik vind het wel. Ik denk dat andere mensen daar van schrikken. Ik rijd relatief veel lange afstanden ermee. Dus niet veel. Weet je, we hebben nog een andere gezinsauto om de stad en zo in te gaan en om kinderen mee op te halen. Ja. Dus ik rijd nu, zit hij op 1 op 8,5 of iets dergelijks. Nou, dat vind ik best wel oké. Want ik rijd er niet rustig mee. Ik kan het zeggen, jij bent geen 110 op de rechterbaan rijden. Nee, ik rijd iets harder dan mag. Plus 30, plus 40. Nee, weet je, ik vind het altijd lekkerst tussen de 140 en de 160 rijden. Ja, precies. Gewoon lekker. En maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit wat er op de border naast de weg staat. Sorry. Nee, was laatst en al. Laatst op dat woonerf was het even afzien toen je moest aanremmen voor die bocht, maar verder. Hè? Nee, weet je, daar rijd ik dan wel rustig. Nee, maar ook dit soort wegen. Ja, weet je, wat jij niet doet, dat zou ik ook doen. Gewoon even, weet je, daar is het. Dat is lekker. Ja. Maar als ik dan fietsers of wandelaars zie, dan is het wel, probeer ik. Ik zal best wel eens een keer wandelaars of fietsers hebben gemist. Sorry. maar dat probeer ik normaal te doen. Maar verder, ik vind het heerlijk, joh. Bocht op de snelweg maar gewoon even, weet je, als je zo'n K-verbad hebt, dan toch weer tegen de gripgrens aan. Ja. En dan, dat is misschien een beetje kritiek op deze auto. Dat vind ik hem een toefje saai, want hij uiteindelijk... Hij duwt dan echt zeg maar over vier wielen een beetje naar de buiten en dan onderstuur. Dat is het dan. Ja. In de sneeuw, overigens. Ja, dan echt. Kan je hem forceren. Dan kan je hem gewoon gooien dan kan je hem echt, gaat hij echt wel dwars.
ze moeten hier meer sneeuw hebben. Meer sneeuw. Ja. Ah ja, we hadden laatst sneeuw. Ja. Die eerste keer dat we dit wilden opnemen, ja, dat wilden we al een tijdje geleden, ja, toen lag er sneeuw. En dan is het toch niet zo leuk om, ja, in iemand anders auto te rijden, want hij staat gewoon op de zomerbanden, heel suf. Ja, als je dan winterbanden had gestaan, dan was het misschien wat beter geweest. Oh, het tunnels. Hij is er. Je hoort ook niet heel erg veel. Nee, auto, nee, nee, binnen niet. Nee, ja, weet je, het is een V6, dus hij draait heel soepel. Twee, ja, turbo's, dus het dempt ook heel erg. Het, ja, is dus gewoon standaard uitlaat nog. Ja. Ja. Als je buiten staat en dan start, dan is het wel wat meer. Ja, dan hoor je die body die dan toch wel heeft, dat hoor je, ja, wel een beetje. Ja. Zeg maar dat, in de auto krijg je daar weinig van mee. Ja. Ja. Nee, dus, weet je, als je dit, zo'n auto zou kopen en je zoekt een voor het ruige werk, dan moet je wel chippen, dan moet je eigenlijk uitlaat misschien na het wel wat aan doen. Dan heb je hem wel vrij snel. Kijk, die hond kan je raken met Quattro, ja, kan je gewoon, ja, zo, zeg maar, zo strak, ja, voor die mensen langs. Of de achterlangs. Ja, de achterlangs. Kijk, zeg maar. Ja. Mooi. Ik vind het een gaaf ding, Wouter. Zeker wel. Het is voor mij met de kilometers die ik rij net even wat minder gunstig allemaal. Zeker met 1 op 8,5. En ik zou dan toch wel heel braaf gewoon 98 uur tanken en zo. Ja. Dat is wel het beste. Wordt het wel prijzig, maar ik snap wel dat je dit als daily verkozen hebt. Top ding. En dan nu tijd voor iets anders? Ik ben een beetje aan het kijken. Ja, wel hè? Ja. Al een idee welke kant het op gaat? Nou, niet 100%. Ik denk dat we daar nog wel eens een keer iets aan moeten wijden. Misschien moeten we daar ook in de zoektocht, misschien moeten we daar nog iets van mee gaan doen of zo. Maar daar ben ik nog niet over uit. Oké. Dat zul je dan op een later moment zien. Nou, ik hoop dat jullie nu een beetje een idee hebben van wat we dan ongeveer willen doen met jullie auto's. En hebben we nu heel rustig gedaan natuurlijk, want de volgende keer dan verwachten jullie het niet. Maar dan kunnen jullie auto's echt gewoon dwars door de bocht gooien en zo. Nee, weet je, ik vind het leuk om met jullie te praten over je auto. En natuurlijk als je met een S4 of een RS4 komt, dan, of een M3 of een C63, nou, noem het allemaal op. Er zijn heel veel auto's, wil je even gas geven, even voelen. Maar het hoeft niet tot aan de toerenbegrenzer. Het hoeft niet vanuit stilstand sprint te doen. Weet je, je kunt zoals Casper nu reed, denken, oh nou prima, zo zou ik. Op zo'n soort manier zou ik dan ook en Casper ook in jullie auto's willen rijden. Yes. En dus, dat hoeft dus ook geen hele dikke bak te zijn. Hè? Als jij een fantastisch leuk autootje hebt wat je voor 1500 piek gekocht hebt en waar je heel veel plezier van hebt, aanmelden. We zorgen dat er een aanmeldlinkje of zo onder dit videootje komt. Ja. En wij gaan gewoon een selectie maken en een leuke diversiteit daarin zoeken. Zodat we en in die hele gave auto's van jullie gaan rijden, of de hele dure auto's bijvoorbeeld gaan rijden. Maar ook in de hele gave auto's die juist heel weinig gekost hebben. Maar ja, waar je een gaaf verhaal bij hebt of wat gewoon toch een heel leuk ding is. Toch? Precies. Alright. Later. Later.